Welkom schaakvrienden. De oorlog in Oekraïne heeft ook zijn weerslag in de schaaksport. De FIDE heeft alle evenementen in Rusland en in Wit-Rusland verboden. En omdat de leus van de FIDE Gens una sumus is, wij zijn alle één, zullen alle spelers die eenheid aantasten en die de oorlog openlijk goedkeuren, disciplinair gestraft worden. Wij denken in deze donkere tijden aan alle Oekraïners en dus ook aan alle kunstenaars en dus ook aan alle schakers. In deze aflevering van Mr. Chess gaan we in op het studietoernooi ter ere van de 70ste verjaardag van Jan Timman. En Bessel Kok vertelt weer een van zijn anekdotes met historische waarde. Oké, laten we beginnen. We komen er niet omheen. We moeten beginnen met Oekraïne. Want wat alles nieuws en het hele leven en het hele denken, dat is toch wat er gebeurt in Oekraïne nu. Heb jij nog contacten met Oekraïnse schakers? Of heb jij daar nog iets persoonlijks mee? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb niet echt persoonlijke contacten met de Oekraïne. Maar ik volg wel het blog van die eindspelstudiecomponist Serge Diduk, hè? En in het begin, toen, laten we zeggen, Rusland de Donbass was binnengevallen, toen zei hij van nou, die Russische beer die bijt een stuk van onze rot land af. Dat zei hij eerst. Dus hij dacht dat het daarbij bleef. Een heleboel mensen dachten dat. Maar later zag ik dat met rode letters zijn hele blog close was. Ja. Dus daar bleek wel uit dat het toen ineens serieus geworden was. Ja. Wat ook natuurlijk veel in het nieuws is, het zijn Karpov en Karjakin. Van Karpov weten we dat hij al zijn leven lang natuurlijk nauwe banden had met de Russische overheid. Ik was in Moermansk in 2016 toen ik die match speelde tegen Karpov. Van vier partijen die ik won. Toen heb ik heel uitvoerig met Karpov gesproken. Hè? Ook over de Oekraïne. En hij had toen al dezelfde mening eigenlijk als Poetin nu ook zegt. Hij betwijfelde echt het bestaansrecht van de Oekraïne. Daar kwam het op neer. Ja, maar dat is terug naar de oudheid. En straks kunnen wij zeggen, ja, vroeger behoorde België ook bij Nederland. We gaan België aanvallen. En hij zei eigenlijk, het is niet echt een land. Het is inderdaad waar dat laten we zeggen, de Sovjet-Unie heeft het eigenlijk als staat gecreëerd. En dat is natuurlijk die zo'n frustratie van zo iemand als Poetin, die oud-KGB is. Die denkt van ja, wat Gorbachev gedaan heeft, dat is natuurlijk dat is niet in orde. Hè? Ja. En daar komt het eigenlijk om neer. Maar het is heel vreselijk. En, de oorlog is altijd vreselijk. Maar het is wel zo, en daar ben ik van overtuigd, dat een heleboel wijze westerse mannen in het Westen hebben gezegd van doe dat nu niet. Probeer nu niet al die landen bij de NAVO te betrekken, want het wordt oorlog. Dat is echt vaak gezegd. Maar er zijn altijd commerciële belangen die de hoofdrol spelen. Hè? Ja, nou ja. Iets heel anders. Jij bent 70 geworden onlangs. En ter ere daarvan heeft de Schaakbond een studietoernooi uitgeschreven. Nou, dat is in dankbaarheid aanvaard door iedereen. En er waren geloof ik wel 95 inzendingen vanuit de hele wereld. Mensen die composities opstuurden. Jij was het enige jurylid, omdat je tenslotte ook niet alleen een schaker bent, maar ook een studiecomponist, een gerenommeerd studiecomponist zelf. En laten we dat toernooi, dat is inmiddels achter de rug, dus we gaan zo dadelijk de prijzen 3, 2, 1 doornemen. Wat in het algemeen, wat vond jij van de inzendingen en van het toernooi? Ja, ik heb natuurlijk, ik hou gewoon heel veel van eindspelstudies. En ik vond dat er echt verrassend mooie studies tussen zaten, die echt me raakten. Ja. He, en dat er waren genoeg. En ik heb daarom ook een heel uitgebreid woord gedaan. Dus een heleboel studies hebben ergens een vermelding gekregen, eervolle vermelding, speciale prijzen, noem maar op. Maar wij gaan nu de nummers 3, 2 en 1 doen. Dus laten we gewoon beginnen met de bronzen medaille, de nummer 3. Ik heb hem hier voor me staan. Jij ook, zie ik. Ja. Nou, ik ook, zeker. Ongelofelijke beginstelling al. Een fantastische studie. Eigenlijk, het is een beetje gek, want ik wilde deze studie
eigenlijk wilde ik hem de eerste prijs geven. Maar toen dacht ik van ja, maar dit zijn studies die ik interessant vind en mooi. Maar misschien anderen niet. En misschien is het volgens, als je er gewoon objectief naar kijkt, is dat toch niet zoals het hoort. Dit is uiteraard een heel ingewikkelde studie om uit te leggen. Er zitten natuurlijk allerlei varianten in. Maar de eerste zet is loper F3. Veld H5 moet heel sterk gedekt worden. Dus loper F3 is de juiste zet. Ja, loper F3. Dat is de eerste zet, ja. En nu heeft zwart eigenlijk een verrassend antwoord. En dat is namelijk, hij speelt hier dame E5. En het idee daarvan is dat als je nu, ja, je moet nu natuurlijk een dame halen, is dat je dan een soort schaak met de koning hebt. En wat we nu gaan zien is iets heel bijzonders, ja. Ja. Want wit haalt dus een dame. Ja. En nu is er inderdaad, zwart heeft koning F5 schaak. Ja. En wat er nu gaat gebeuren is, lijkt een beetje op een schuifdoos, hè? Je weet wel, zo'n ding dat je steeds moet schuiven. En dat dan alles gewoon goed komt uiteindelijk. Ja, ja. Dus je moet hier op een gegeven moment, je moet dan met de koning naar A7. En straks blijkt waarom je niet meteen dame G7 moet doen. Want het is heel gek, je speelt koning H7. Oké. Nu heeft zwart met die koning, kijk, die loper B1, ja. Als die koning weggaat, is het natuurlijk weer schaak. Maar die koning heeft maar één veld. En door naar dat veld te gaan, laat hij een veld voor de witte koning weer vrij. Dus wit speelt dan zwart speelt koning F6, wit koning H6. En nu geeft hij weer schaak, alleen maar op F5 is mogelijk. En nu ga je naar H5. Je ziet die schuifdoos dan verder gaan steeds. Koning F6 schaak. Koning maal H4. Oké, nu heb je die H-pion. Dat is erg belangrijk. Maar dat is belangrijk. Dan moet je even doorgaan. Want die H-pion, dat blijkt achteraf cruciaal. Is vaak zo met studies, hè, dat een extra pion kan het verschil tussen winst en verlies maken. In dit geval ook trouwens. Dus we gaan weer datzelfde proces doormaken. Schaak. Nu geeft die andere loper weer schaak. Ja. De koning. Nu geef je met de dame schaak. Het zijn dus, laten we zeggen, zwart heeft 4 batterijen. Ik moet het zeggen, maar humoristisch, weet je niet, Jan? Hij is ook een beetje om te lachen in deze studie, toch? Ja, inderdaad, we hadden toch dat humor. Met al die stukken op het bord, met al die dames en lopers en torens, uiteindelijk zijn de koningen die het doen. Ja, het is ontzettend ongewoon, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is ontzettend goed geconstrueerd ook. Ja. En die Stefan Sloemstroep Nielsen staat er ook onbekend, hè, om fantastische ideeën, hè, die Deen. Ja, ik moet wel zeggen, deze studie had ook de eerste prijs kunnen krijgen, hoor. Nou ja, je ziet wat er gebeurt. Hij gaat weer naar F5, nu ga je naar H7. Ga naar F6, weer schaak met de loper. En nu ga je in de hoek. Moet je weer schaak geven. Eigenlijk in feite heb je nu dezelfde stelling, alleen zonder pion H4. En dat is het cruciale verschil. Ja, en dat gaat later het verschil maken. Ja. Dus nu heb je de kans met je dame ertussen te gaan staan. En je hebt nu veld G8 voor je koning. Oké. Dan speel je toren H6, schaak. Ja. Koning G8. En nu pen je die dame, hè? Ja, ziet er gevaarlijk uit. Ja, nee, kijk, je hebt veld A2 niet om schaak te geven, want de toren staat nog hier op D2. Dus je moet toren G6 doen. Maar wit heeft ook een penning. Die pent ook de dame. Dat is natuurlijk ook heel mooi, hè? Dat beide partijen de anders dame pennen. En dat er nu nog een penning bovenop komt. Lopen uit. Ja, dat is ook fantastisch. Ja. Mooi. Ja. Ja, nu heeft zwart dus deze toren weer gepent. Maar wit heeft nog een andere troef. En dat is lopen G4 schaak. Nu moet de zwarte koning zijn toren blijven dekken. Dus hij moet koning G5 doen. Ja. En nu moet je weer die toren proberen te veroveren. Dat doe je door H4. Dat kan dus nu, omdat de pion H4 weg is. Juist, hier inderdaad. Hier blijkt waarom dit zo belangrijk was, om die pion H4 te krijgen. Want zwart heeft nu die pion niet meer en wit heeft dat veld gekregen voor zijn pion. Het is dus, dat is het belangrijkste, dat je dat veld hebt gekregen voor de pion door de pion te slaan. Dus laten we zeggen, we zijn hier op de, even kijken, dit is de 15e zet. Ja. Dus dat, hè,
dat noemen ze foresight, hè? Dat je dus eigenlijk met die koningsmanoeuvre begint, omdat dit de point is. Ja. En dan gaat het nog verder. Koning slaat op H4. Goed, dan sla je dame maal G6. En lopen maal D5. Het is nog niet afgelopen, want zwart heeft nog een gemene penning achter de hand. Je moet met de koning naar H7, dat is het enige veld. En nu heb je lopen E4. En nu denk je weer, ja, wat moet ik weer doen? Ja. En dan blijkt dat er nog een aardige slotfante is. G3 schaak. F maal G3. F maal G3. Koning maal G3. En lopen F5 schaak. Ja. En dat is afgelopen. En dus je ziet dat die apion belangrijk is, anders zou het verliezen. Ja, daardoor win je gewoon elke, zeg maar, al die eindspelen. Ja, nee, die had je even nodig. Je moet zo'n pion erbij hebben die dan uiteindelijk het verschil maakt. Maar daar gaat het verder niet. En nou, een hele mooie derde prijs en complimenten aan onze vriend Nielsen. Steffen, ja. Troep Nielsen. Nou, dan gaan we nu over naar de tweede, Jan. De tweede prijs. Ja, we gaan naar de tweede. En die is dus van Juri Baslov. Trouwens, wat ook nog interessant is, hij is uit Vladivostok, hè? Ja. Helemaal uit het oosten. Dus als we hem een prijs moeten sturen, moeten we nog even wachten tot het een beetje normaal is geworden. Ja, hè? Ik heb met alle kunstprijzen die ik ter beschikking heb gesteld, een prachtige koning met jouw haar, Jan. Dat is echt een heel uniek ding. En alle prijswinnaars krijgen. Ja, zeker. Maar ik heb helaas alle prijswinnaars die wonen in Rusland, in Wit-Rusland en in Oekraïne, die hou ik even in de doos hier. Die ga ik niet versturen, want dat heeft geen zin. Dat kan niet. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van het hele spel hier ook. Kijk, wat is er aan de hand? Wit staat een toren achter. Nou ja, hij kan natuurlijk op dat paard slaan op G4, maar als je dat doet, hè, als je hier gewoon slaat, ja, op zich lijkt dat remise, maar naar koning G4 blijken die zwarte torens en de witte koning staat slecht. En dan ga je een mat op een gegeven moment. Dus je moet hier een ander soort spelelement krijgen. En dat doe je door het paard te centraliseren, paard D5. En nu krijg je iets heel interessants, want zwart heeft hier een... kijk, dat paard D5 natuurlijk is het gevaar dan geweken. Je dreigt dat paard dan te slaan. Maar zwart heeft een heel mooie zet en dat is toren G8-schaak. Ja. Zie je? Die moet je slaan natuurlijk. En nu heb je paard H6 schaak. En nu staan beide torens aangevallen. En je moet hier natuurlijk naar H8. Want het is duidelijk dat als je naar F8 gaat, dan komt gewoon toren C8 schaak. En dan sla je dat die toren. Goed. Naar H8 moet je. Toren C8. En nu, of het witse toren. Dat is natuurlijk heel interessant. Want als je dat niet doet, ga je natuurlijk... Ben je er geweest? Ja. Dus zwart heeft eerst een torenoffer, dan heeft wit een torenoffer. Met zo weinig materiaal, bijzonder. Ja. Koning G7. Ja. En nu kijk, natuurlijk moet dat koning G7, uiteraard. Maar nu heeft zwart weer die aanval op het paard, dat moet. En eigenlijk, het mooie van deze studie is, ja, je moet hier, dat paard staat gedekt op E3. Hè? Dus je speelt paard E3, anders zijn je natuurlijk totaal verloren. En je speelt toren H5, je dekt dus het paard. Maar nu verwacht je natuurlijk dat wit koning G6 speelt hier, hè? Ja. Niet? Ja. Dat zou iedereen doen. Kijk, stel je voor, als Carlsen deze stelling heeft... Ja, in een rapidpartij of zo, speel je gelijk koning G6. Nee, ik denk als hij een half uur tijd zou hebben om na te denken, wat je meestal niet hebt in het eindspel, dan zou hij wel vinden dat er een andere zet is. En dat is eigenlijk, als je deze stelling op zich bekijkt, die zet koning H7 is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Hier is zwart aan zet en als wit aan zet is het verloren. Maar zwart aan zet moet een zet doen, laten we zeggen toren H4. En nu speel je wel koning G6. En je ziet dat, laten we zeggen, die stukken gedomineerd worden. Hè? Ja, goed, er kan hier van alles gebeuren natuurlijk. Je hebt, laten we zeggen... paard G8. Ja, wat koning G6 nu wederzijds een zet doen, paard G8. Dan moet je koning F7 doen, weet je. Dat paard wordt weer gedomineerd. Je kan het niet dekken, want dan komt koning G7. Moet terug, koning G6. Ja. Nou, nu, wat... koning geeft, H1, koning H2. Koning H2. Ja. Koning G5. En weer hetzelfde, toren H3.
Koning G6. Ja. Nou ja, goed, je kan dit natuurlijk nog gewoon zo... Hè? Je ziet steeds dat je niet verder komt hier. Zo in H4. En je blijft gewoon ditzelfde doen. Ja. En dit, ja, het is wel... Het is toch een heel elegante studie, vind ik. Nou, dan even een klein applausje voor de zilveren medaille. Onze vriend Yuri Vasiljevich Baslov uit Rusland. Maar die moet dus even wachten op zijn prijzen. Daar is niks aan te doen. En dan gaan we nu over naar de winnaar, Jan. Ja, oké. Okay, we gaan nu naar... En dat was een verrassende winnaar, ook voor mij. Want... Om even uit te leggen, jij krijgt alle studies, die krijg jij binnen. Die worden eerst gecontroleerd door de toernooidirecteur Harold van der Heijden. Die zorgt dat er geen foute studies tussen zitten. Fouten in de meest brede zin van het woord. Uiteindelijk krijg jij die studies, maar jij weet niet wie de componisten zijn. Je krijgt puur de studies. Nee, ik krijg ze in anonieme vorm, krijg ik ze. Ja. Dus voor mij is dat ook een... Nou kijk, bijvoorbeeld, ik moet wel zeggen, die derde prijs, ik wist... Daarvan wist ik zeker dat het van Sloems Groep Nielsen was. Omdat ik zijn stijl heel goed herkende. Jij zag, je herkende de hand, de handtekening. Ja, ja, dat was voor mij volkomen duidelijk. Dat het van Sloems Groep Nielsen was. Bijvoorbeeld de tweede prijs, vermoedde ik dat het van Baslov was. Ik wist het niet zeker. Maar van deze eerste prijs, ik had geen flauw idee. Maar het is van Michael Passman. En Michael Passman is een Israëli die eigenlijk... heel lang in de Sovjet-Unie gewoond heeft. Hij is eigenlijk ook Russisch, nog steeds zijn eerste taal. Maar hij heeft zich nooit echt bezig gehouden met studies. Eigenlijk sinds kort, ongeveer 2 jaar. En het afgelopen jaar heeft hij echt heel mooie studies gemaakt. Hij heeft nog een andere eerste prijs ergens gewonnen. En ik moet zeggen dat het me wel verrast dat hij zo snel echt grote vorderingen heeft gemaakt. Sommige mensen hebben gewoon een groot talent voor het maken van studies, hè? Maar ik moet zeggen, deze studie was voor mij... In het begin begreep ik niet precies wat er aan de hand was. En, het gaat in principe om de beheersing van velden. Hè? Kijk, je ziet hier dat wit... Die twee vrijpionnen zijn nog niet gevaarlijk, omdat die toren in de weg staat. Hè? Dus dat betekent dat wit nog even tijd heeft om iets te doen. Maar niet zoveel tijd. En het gaat erom, je hebt veld B2 niet, nu op het ogenblik. Dus daarom is de eerste set is op zich logisch. Dat is F8 dame. Ik vind het ook een goede eerste set, hoor. Daar is niks mis mee. Want als je die slaat, dan krijg je toch een B2 schaak. En dan gaat die gewoon mat, hè? Zie je dat? Ja. Ja, toren B2, koning C3, lopen D4. Ja. Toren C2 mat. Ja, goed. Nou, dat is niet belangrijk, want zwart heeft nu een tussenschaak. Door een A4. En nu moet je ook inderdaad het goede stuk ertussen zetten. Je mag niet met die koning weg. Want als je met die koning weggaat, heeft zwart weer veld D3. Hè? Dus je moet nu toren B1, B4 doen. En dan speel je lopen. Maar F8 natuurlijk, die naam moet je slaan. En nu sla je met je toren die toren. Dus wat doet zwart? En dat is heel ingenieus. Het is interferentie, hè? Dit heet een nofokni. Ja. Dat paard zorgt er dus voor dat nu de B-lijn gesloten is en dat deze diagonaal. Dus laten we zeggen, de functie van toren en lopen worden onderbroken, gewoon door één zet. Ja, of je slaat met de toren en dan wordt je loper onderbroken, of je slaat met de loper en dan wordt de toren onderbroken. Ja. Ja, maar je kan dus het beste met de toren slaan, want anders heb je helemaal geen mat meer en dan is het gewoon... Ja, dan staat het zwart uitstekend. Gewoon niet eens gewonnen, hoor, maar dat maakt wel niks. Toren maar B6. Oké, en nu krijg je, en dat is wel aardig, nu krijg je toren A1. Mooie zet. Ja, dat is een mooie zet. Ja. En wit heeft dan de schaak. En nu krijg je de tweede. En dat is eigenlijk dat vind ik wel ontzettend mooi gewoon, in zo'n studie. Hè? Dat je dat opnieuw doet. Dat het thema komt gewoon terug hier. Ja. Ja, nu kan je weer niet met je loper slaan. Dat is echt mooi. Dus je moet met je toren slaan en die koning beding. Maar goed, oké, nu is weer de situatie. Wat doet wit? En nu krijg je dan dat vind ik echt de mooiste zet van de studie. Je krijgt hier gewoon een zet, terwijl die torens allebei aangevallen staan.
2 hier toren A3 schaak. Je doet dus eigenlijk weer zoiets. Dat je, het is eigenlijk één grote combinatie die heel goed loopt gewoon. Nou, dat nou ja, is een hele bijzondere. Dat voorspel, dit voorspel dat leidt tot dat toren A3 is al mooi. Maar toren A3, ja. Out of the blue, dat is echt eigenlijk... Ja. Ja. Dat is een ongelofelijke set. Nou ja, goed, oké, okay, als je met je toren slaat, is het makkelijk. Dan geef je schaak en dan sla je hier, daarna. Maar dit is de hoofdvijand. Dus je slaat met de koning. Goed, nou, nu heb je de gelegenheid, toren A5 schaak. En dat gaat eigenlijk steeds om die A-lijn ook, hè. Koning B4. En nu eindelijk kan die loper maal F2 spelen. Eindelijk is dit gevaar geweken. Maar... Je speelt nu koning maar A5. Het is nog niet het einde. Want de studie heeft nog een heel erg fraai slot eigenlijk. A7. En nu lijkt het afgelopen. Hè? Want als je gewoon koning B5 doet, dan speel je E7. En dat is die pionnen beslissen. Maar zwart heeft nog een heel aardige pante hier. Dat is E1 dameschaak. Nou, die moet je slaan. Ja goed, het is natuurlijk zo. Als je nu terugslaat, is het duidelijk, hè. Dan wint die aapje. Maar de bedoeling was juist koning B6. Nu zijn die pionnen ineens... lijken ze niet meer gevaarlijk te zijn. He, want als je loper F2 doet... F2, koning C6, dacht ik. Ja, ja, dat is... koning C6 is goed genoeg. Ja, zeker. Ja. Ja. Je moet in ieder geval bij die E-pion blijven. Ja. Maar dit is de zet. Loper A5, schaak. Ja. Ja, dat is dus inderdaad... slotstuk van een heel fraaie en lange combinatie. Dus je moet, ja, wat is de bedoeling? Toren A5. En nu E7. En nu kan je ze niet meer allebei tegenhouden. En wit wint. Nou, dat is erg leuk, Jan. Nou, hopelijk word je 75. Dan gaan we het weer doen, ja. Dan zeker. Gaan we het weer doen, hè. Het is altijd leuk om... je moet dan een aanleiding hebben voor zo'n toernooi, maar... Oké, Jan. Nou, het was mij een genoegen. Ik vond het heel leuk. Het was een mooi toernooi. Ja, ja zeker. Nou, ja, ik hoop dat iedereen ervan kan meegenieten. Ja, zeker. Oké, bedankt, Jan. Goed. Hoi. Dag, Hans. Dag. Hoi. In een van mijn vorige video's, Hans, heb ik jullie al eens teruggebracht naar het midden van de jaren 80 in de schaakhistorie. Ja. En bijna 40 jaar geleden, zoals ik toen zei, om precies te zijn in 1986, december 86, ontmoette ik een jonge Russische flamboyante schaker in het Hyatt Hotel in Brussel. Dat bestaat overigens niet meer. En Garry Kasparov was net wereldkampioen. Die middag in december 86 was het begin van een vriendschap. Dus nu 35, 40 jaar geleden. En dat werd een vriendschap van pieken en dalen. Na onze oprichting van de GMA, de Grootmeestersbond, en onze lange strijd die we hadden tegen de FIDE, die was behoorlijk corrupt en dictatoriaal, geleid onder Campomanes, hadden we periodes van vrolijkheid, maar ook heftige discussies. De aanwezigheid van Anatoly Karpov in ons bestuur maakte het natuurlijk niet gemakkelijk om consensus te bereiken. Het was vaak een onbuigzame Garry tegenover een wat laconieke, volgzame Sovjet-burger. Het nieuwe en het oude Rusland in één bestuur. Die beide kampioenen die stonden altijd lijnrecht tegenover elkaar. En hoewel Garry eigenlijk net geland was uit de Sovjet-Unie, probeerde hij mij in vele gesprekken de basisprincipes van democratie uit te leggen. Ja. En ik kon daar vaak een lach niet bij onderdrukken. Een van zijn credo's was toen: wie niet voor mij is, is tegen mij. Briljant, onbuigzaam en vaak confronterend. Door zijn onverzettelijke aanpak in al die discussies werd vaak de juistheid
van zijn standpunten over het hoofd gezien. Een probleem dat hem lang heeft achtervolgd. Toen de GMA eenmaal een succes werd met verenigde grootmeesters, schitterende wereldcuptoernooien, werd Kerry wat milder en begon hij ook het succes van de GMA te waarderen. Het was de glorieperiode van het schaken in de jaren 80 tot begin 90. De GMA was uitgegroeid tot een vaste kracht in de schaakwereld en de tijd was rijp voor een langdurige overeenkomst met de FIDE, waarbij de rol van de beide organisaties moesten vastleggen in een te ondertekenen overeenkomst. Kasparov was hier tegen. Hij wilde geen compromis. Onbuigzaam. Integendeel, hij wilde de FIDE, of meerdere taken van de FIDE, overnemen. En dit leidde tot grote discussies binnen het bestuur en ook tot een conflict tussen Gary en het bestuur. Een keihard standpunt van Gary tegenover het principeakkoord met de FIDE, dat werd gesteund door de meerderheid van het GMA-bestuur. We kwamen er niet uit. En toen werd besloten, Hans, om het oordeel aan alle topgrootmeesters in de wereld over te laten. En ter stemming te brengen in het Spaanse Murcia, begin van de jaren 90. Dus 30 jaar geleden. Het werd een roerige zitting. Kasparov had een bekende advocaat uit Parijs meegenomen, die een lange uiteenzetting gaf over de slechte overeenkomst die Jan, Tiemann en ik hadden gemaakt. Hij beschouwde, net als Kasparov, die overeenkomst niet ver genoeg gaan en claimde dat de tijd rijp was voor de vernietiging van de FIDE. Ik nam het woord namens de overige leden van het bestuur en legde uit dat deze overeenkomst, de GMA, officieel zou worden erkend en dat het wereldkampioenschap zou worden georganiseerd door diezelfde GMA. Met uitsluitend voor de FIDE 25% van het prijzengeld van het wereldkampioenschap. Ons voorstel werd door een meerderheid, niet al te grote meerderheid, want alle Sovjet-grootmeesters stemden tegen, goedgekeurd. Het bleek geen overwinning te zijn. Kasparov nam ontslag als president van de GMA, ik was chairman, en verliet de zaal. Het werd een lose-lose situation. Het werd een voor- of tegen Kasparov situatie en luidde uiteindelijk in het einde in van de meest florissante periode in de schaakgeschiedenis. Kasparov had ontslag genomen en ietsje later gooiden ook Jan Tiemann en ik de handdoek in de ring. De collapse op de GMA, vreemd genoeg, leidde niet tot een breuk tussen ons. Wederzijds respect hield de overhand en onze wegen bleven kruisen. 2 jaar geleden zaten wij samen aan tafel in Monaco, in Monte Carlo, allebei met een schaak-Oscar in onze hand. Het roemruchte Murcia-besluit kwam weer ter sprake. Maar we waren in een goede bui. Wie had achteraf gelijk? Looking back 35 years, Gary, maybe you had a point then, zei ik heel voorzichtig. En wonderlijk genoeg zei Gary bijna hetzelfde, maar dan omgekeerd. Te mijnen gunste. Het verhaal van de GMA is een verhaal waarbij iemand niet gelijk heeft, maar misschien wel kan krijgen. En dit thema is vandaag, Hans, weer actueel. 4 jaar geleden las ik Gary's boek The Winter is Coming over de verderfelijke invloed en de gevaren van Vladimir Poetin. Nadat ik het gelezen had, sprak ik met Gary en zei, nou Gary, ga je nu niet een beetje ver in je sombere voorspellingen? Vandaag in Praag, waar ik nu ben, een uurtje vliegen van de afschuwelijke misdaden die door president Poetin worden begaan,
blijkt dat Kerry het toch bij het rechte eind had. En dat wilde ik vandaag in deze video toch even zeggen. Kerry, je had gelijk. In dit tweede seizoen komt Mr. Chess met een maandelijks magazine. Dus laten we hopen dat bij de volgende aflevering in april de oorlog in Oekraïne geschiedenis is. Ik denk het niet, maar laten we het hopen. Tot de volgende keer.